nemen wij, Mark en ik, je mee naar Zuid-Afrika. En gaan we je supermooie dingen laten zien van de panoramaroute. Het Kruger National Park. En gaan we naar Milwani Wildlife Sanctuary in Swaziland. En als je je afvraagt waarom die vrouw door ons heen roept, dat is een stad op het vliegveld. Heel veel plezier bij het kijken in ieder geval. We zijn weer volledig goed voorbereid. We hebben onze echte hiking boots aan. Maar we gaan het gewoon doen, hè? Hop, hop, hop. Ik denk dat ik hem al hoor, schat. Ik denk dat ik hem ook al hoor. De Mariah Shears Waterfall. Het is koud, jongens. Another sunny. Sunny day. Sunny day. Wij zijn nu bij de Pinnacle Rock. Daar gaan we bekijken. Het is een, ik heb je laten vertellen dat het een stuk rots is die tussen twee andere dingen in ieder geval een heel mooi uitkijkpunt. Dus we gaan het zien. Super vette waterval. Het zat alleen, ik heb wel het idee dat het niet overkomt op beeld. Ja, maar we proberen het, hè. Je ziet wel het perspectief dat jij echt heel groot bent en die mensen daar heel klein. Oh, ik kan er niet zo lang naar kijken, want het is gewoon eng. Ja, het is echt ook. Nou. We lopen nu op de grootste wietplantage van Graskop. Smoke weed every day. Smoke weed every day. Zijn vader en schat. Oh, sorry. We zijn nu aangekomen bij God's Window. Maar hoor dit geluid. Krekel triple XL. Het is een krekel op steroids. You bet. Yeehaw! Wat weer een mooie, hè? Het is echt mooi. Echt mooi, hoor. Mooi, hoor. Zo hoog allemaal. Ja, oh, je ziet daar ook weer de regenboog. Bro, ja. Jongens, wildlife gespot. We zien aap, in de verte zagen we een aap. Een aap! In the middle of nowhere. We have the boskombuis. Heet ze nou, schat? Potluck. Potluck, boskombuis. Gaan we lekker lunchen. Mind your head, Mark. Mind your step. Nom nom, dat voor mij is stoofpotje. En jij hebt... Ik heb een... kebab. Ja. Lekker. Ja, deze was al een dikke aanrader. Ja, in de, ja, dat heb je al verteld, hè? In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. En je hebt een toilet with a view. Want er zit een raam in. Dus je zit op de pot. En dan een raam, hè? Jij bent gewoon. Dat was eigenlijk jouw verhaal. Goed verhaal, klopt. Goed verhaal, klopt. We zijn nu bij de potholes aangekomen. Potholes hebben voor ons een heel andere betekenis. Hier in Zuid-Afrika rijden we om de paar meter in een pothol vanwege het wegdek. Maar deze zijn gekomen vanwege de erosie door het kokende water en ja, gewoon de tijd. Maar hier zie je het beter, Mark. Schat, hier heb je een roeping gemist. De nieuwe Floortje Dessing has born. We hebben de Trevi-fontein, hier hebben we de potluck holes. Throw it over your left shoulder. It means good luck. 1, 2, 3. Hey! Holy fuck! Holy! Nou, als je valt, dan. Nou, dat is niet echt bemoedigend. Nee, maar dat is niet zo ver. Een meter lager is nog een steen. Oh, oké. Maar als je daarna valt. On top of the world! Ja, of schat, iets meer enthousiasme. Yay! Juist. Mijn knieën zijn helemaal zo. Ja, mooi hoor. Nou, we hebben ook het eerste mindere moment meegemaakt hier in Zuid-Afrika. Zojuist aangehouden door de politie. Omdat die zei dat wij harder reden dan 60, wat overigens
niet het geval was. Dat we werden aangehouden en dat we de boete daarvoor 1000 rand was. Hoeveel is dat omgerekend? 60 euro. 60 euro, maar ja, wij hebben nooit heel veel cash bij, nu dus ook niet. Dus wij konden niet betalen, we hadden nog maar een paar honderd rand. Dus wij vroegen van ja, kun je betalen met creditcard? Maar dat kon niet, dan moesten we anders maar meerijden naar Graskop. En dat is dus weer 50 kilometer de andere kant op. 50 kilometer de andere kant op. Maar toen zeiden we, ja, mogen we niet gewoon dit geld geven? En toen heeft hij de 250 rand aangepakt die we nog hadden. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar politie is hier zo corrupt als je als maar zijn kan. Dus betaal gewoon wat je kunt betalen. En ga er niet tegen in, zou ik zeggen. Maar leuk is het natuurlijk niet. Het is echt fucking irritant. We got ourselves some tickets to the Kruger Park. We gaan vandaag beestjes spotten. Dat is de gate. En we verblijven hier 2 dagen. Ik ben heel erg benieuwd of we de Big Five gaan zien. De leeuwen en zo zijn waarschijnlijk iets moeilijker te vinden. Maar we zullen zien. En Mark die staat nog even de route uit te stippelen. Dus, welcome on our safari. Rijden jullie mee? Kom dan! Kom, kom! We zijn heel gefocust op het zien van allerlei. Heb je al iets gezien? Misschien wel even leuk om te vertellen waar het Krugerpark, hoe het is ontstaan. Vanwege de veel voorkomende jachten. Jacht die hier was, waardoor de wildlife natuurlijk in drastisch tempo afnam. Heeft Paul Kruger, de president destijds, besloten om van dit soort reservaten te doen. Vandaar deze naam ook, het Krugerpark. Daarna kwam de boerenoorlog, toen was het even iets wat minder, maar daarna hebben ze het weer aangepakt en daardoor rijden wij hier nu als toeristen zijnde over de echte geasfalteerde wegen. Dat is wel een beetje gek. In het Krugerpark. Het onmogelijke is zojuist gebeurd. Ik sleep deze camera mee hier naartoe. Ik zie daar een springbokje die ik wil fotograferen. Op het moment dat ik hem scherp heb, klikt hij niet. Want daar zit geen SD-kaart in. Ik ben mijn kaartje thuis vergeten. En die ligt nog gewoon lekker thuis. Op het kastje. We staan hier dus op een plek waar we echt... Lion King 2.0. Lion King 2.0. Zebra's, hyena's, waterbuffels, een olifant, leeuwen. Nee, niet leeuwen. Tijgers. Tijgers. Fucking vet. Echt heel vet. Wij staan dus op nog een 10 meter. Zo vet. Ik zit hier nu lekker heel charmant op de autodeur. Maar daar zijn dus gewoon olifanten aan het knuffelen. We zijn aangekomen bij onze overnachting. Elephant Camp. Elephant, here we go. Oftewel Olifant Camp. Olifant. Onze rondevel. Ben benieuwd. With a view. Sort of. Dit is voor de apen en de baboons. Holy shit. Oh my god. To keep these guests outside. Het ruikt hier ook naar aap.
Dit is gewoon een dierentuin. Oh cool, hier is gelijk het bed. Ik ben als de dood dat er een aap binnen zit. Prima, prima. Yes, you wear. We'll do the job. Maar het ziet er wel vet uit, ja. Check. Bam. Ik wil bijna zeggen dat wij alles hebben gezien. It's not true. Het luipaard nog en de neushond. Maar we hebben zojuist wel ook de hippo. Het nijlpaard van. Hier beneden. Hier beneden. Echt een fantastisch uitzicht. Daar in de verte zie ik er twee. Lekker tranquilo een koekje aan het eten. Kijk nou. Ik had het eigenlijk moeten filmen. Hij viel ons aan. Oh ja, maar ik wil hier niet. Holy fuck. Oh mijn god. Oké, we hebben net zojuist de schrik van ons leven gehad. Toen de olifant ging met zijn slagtanden tegen onze auto aan bonken. Duiken erin. Deukjes. Laten we zo meteen wel even zien. Fuck, echt heel mijn knieën zijn aan het shaken. Niet leuk eigenlijk. Wat zeg jij ervan? Ik filmde net al. Hè. Nieuwe dag en we zijn nu aangekomen bij de grens tussen Zuid-Afrika en Swaziland. Want we gaan naar Swaziland voor nog een andere wildlife park. En we hebben zojuist paspoortcontrole gehad. Stempel staat erin, dus nu gaan we de grens oversteken en gaan we daar alles bekijken. We zijn zojuist aangekomen in het Milwani Wildlife Sanctuary. Op de achtergrond zien jullie de receptie. En super mooi, heel erg groen. Dit was oorspronkelijk het jachtgebied van de koning van Swaziland, maar is volgens mij uiteindelijk is het als een natuurlijk wildreservaat gedaan. Lekker verhaal dit. En nu mag je dit gewoon dus bezoeken. En het is wel heel erg vet, want wij gaan in een beehive hutje slapen. Dat is zoiets, maar dan minder luxe. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe dat eruit ziet. Check dan hoe vet. Dit is ons kamp. En dit is onze crib. Schatteke? Zo. De grote vriendelijke reus. Wat een vet huis. Alleen de ingang is best wel klein. Maar de rest is dus echt heel vet. Ik zal even niet gaan. Nee, het is goed hoor. Wel? Lekker gezellig. 2 eenpersoonsbedden. Maar ja, je kunt niet alles hebben. En dan hebben we hier nog, dit is wel gewoon basic uiteraard. Badkamer, douche, toilet. Nou, meer heb je eigenlijk niet nodig. Want eten doen we hier in het restaurant. Maar dit ziet er wel echt heel vet uit. Gaaf, hè? Pasje? Nee. Oh ja. Ja, joh. Ja. Nou, net niet. Ah, de Pumba weer, hoor. Allee, de Pumba. Nou, ik kan er wel doorheen. Mountainbiking. Wij gaan mountainbiken. Yes. In the wilderness. In the wilderness. Mountainbiking our way to Swaziland. Oh, hier is zo lekker. Het is echt 30 graden. Super goed idee om te gaan mountainbiken. Gaan wandelen en dus moeten we ons even inschrijven. In case we don't return, right? Ja. Deze gaan we doen. De hippo trail. Woep, woep, woep. Zin in. So. Meet Jane. You Tarzan. Meet Tarzan. Fuck. Het heet jongens, maar wel leuk. Yes, dan is het moment weer aangebroken dat ik de vlog ga afsluiten. Hartstikke dankjewel voor het kijken. Steek eventjes de duim omhoog, zodat ik dit soort video's kan blijven maken. En mocht je geïnteresseerd zijn in meer video's over mijn
Zuid-Afrika of over ondernemerschap of Facebook marketing, zou ik zeggen, abonneer je dan zeker even op mijn kanaal. En dan zie ik je heel graag bij de volgende vlog. Doei!